Hallo Bart, hoe kan ik je helpen? Ik heb een probleem met de perslucht. Smart glasses vinden steeds meer hun weg naar de werkvloer. Zo kunnen ze bijvoorbeeld hulp op afstand bieden. Ik zie hier één blauwe kabel die niet is aangesloten. Kan dat hem zijn? Ook DBNS-machines uit Hoogvliet ziet mogelijkheden. Die technologie is voor ons super interessant. Waar wij nu de grootste mogelijkheden zien, is eigenlijk in de opleiding van onze eigen service-engineers. Zij kunnen sneller in de markt bij ons klanten gezet worden met toch de nodige ondersteuning. Een specialist die bij DBNS-machines zit, stuurt de pas aangenomen service-engineer aan. De voordelen van deze technologie zijn vooral de snelheid en kostenbesparende factoren. Op de markt is veel hard- en software beschikbaar. Voor bedrijven is het moeilijk de juiste keuze te maken. Welke smart glasses zijn er? Welke toepassingen zijn er? Waar kun je terecht? Welke software is er beschikking? Hoe kun je daarmee gaan werken? Flanders Make helpt ondernemingen met het Corona Cook Remote Operator Support project. We hebben workshops gegeven hier ter plaatse. Dan kunnen ze de technologie ervaren, testen en zien wat de added value was voor hen. En daarna hebben we hen geholpen voor de implementatie zelf. DBNS-machines koos uiteindelijk voor de Microsoft HoloLens. De HoloLens hebben we gekozen specifiek omwille van de goede zichtbaarheid dat we krijgen op het scherm toe. En twee, omdat je handen ook vrij zijn op dat moment. Plus nog een keer een goed geluid. De plannen voor de toekomst zijn om dat nog veel verder uit te werken en eigenlijk in alle ledingen van het bedrijf gaan gebruiken. Er zijn ideeën om het ook te gebruiken in de salesafdeling en ook onze marketing is er compleet wild van. Het is de eerste bril dat we ons nu aangeschaft hebben. Er zitten er waarschijnlijk nog aan te komen. Flanders Make focust ook nog op andere technologieën om de bedrijven de stap naar Industry 4.0 te laten maken. Flanders Make is bezig ook in de ontwikkeling van verschillende toepassingen, zoals digitale werkinstructies, augmented reality, visualisatie van data, quality control enzovoort.